Dus ja, ik zou ook niet zeggen dat hij slim heeft aangepakt met bepaalde berichten. Dat is natuurlijk, heb ik hem ook voor gewaarschuwd. Andere mensen hebben hem gewaarschuwd. Ed. En ik herkende meerdere mensen die behoorlijk pittige berichten op social media plaatsen. Ja, je weet dat zij natuurlijk altijd iets zoeken. En dat ze het ook nodig hebben, mensen zoals Ed en mij, om eigenlijk in de media de slachtofferrol te kunnen spelen. Om in de politiek de slachtofferrol te kunnen spelen en heftige maatregelen zoals doxingen, nieuwe wetten door te voeren. Waardoor hun vrij uitgaan. En dan krijg je ook nog de censuurwetten, wat ook Ursula von der Leyen heeft gezegd. Het grootste gevaar is dat er wordt veel desinformatie verspreid op internet en opruiingachtige teksten. En dat moet dus verboden worden. Dat is het grootste gevaar voor de stabiliteit van de Europese Unie en alle laat maar zeggen, volgers en aanhangers van de Europese Unie, dus ook Nederland. Desinformatie en een soort van opruiing. Nou ja, we hebben het laatst gezien dat één iemand een bericht plaatst, privé. Ik wil mijn broer of mijn vriend gaan bevrijden in de gevangenis, politiebureau Apeldoorn. En meteen helemaal op het nieuws. Er wordt een oproep gedaan om iemand uit de gevangenis te halen, uit de cellencomplex Apeldoorn. ME-busjes erop af. En later denk ik dan, ja, wat is eigenlijk hier gaande? Willen ze nou juist een framen of willen ze juist angst inboezemen dat er een anarchie op komst is? Of willen ze de boeren weer neerzetten als agressief en anti-recht eigenlijk, of anti-rechtspraak? Dat ze het niet meer respecteren als mensen worden aangehouden voor bepaalde overtredingen. Het kan allemaal ook nog door elkaar heen gevlochten zijn, maar ik vond het eigenlijk gewoon heel erg opvallend. En zo heb ik nog een paar nieuwtjes. Ik sta hier behoorlijk in de wind, maar de politie staat er niet goed voor, vooral in de provincies. Zware personeelstekorten en dat gaat tot hele grote problemen leiden. En dat leidt nu al tot hele grote problemen.